bellen, bellen met een goede bekende. Ze zijn weer terug. Ja. Ja. Vrienden van het programma. Absoluut. Ze hebben de Costa onveilig gemaakt. Of de Costa's in Zuid-Spanje. En nou ja, daar heel veel opgetreden, getoerd. En dan wordt maar op met Jan en allemaal vrienden. We hebben het natuurlijk over Nick en Simon. Nick en Simon, goedemiddag. Goedemiddag. Ja hoor, daar zijn ze weer. Zo meteen even. Dit is toch... toch een beetje ons liedje geworden, Sandra. Ons liedje. We hebben er wel veel, maar dit is één van onze nummers. Nou, dit is vooral als ik jou wil zoenen, dat ik omhoog moet kijken. Klim jij weer uit de dal. Kijk naar Koen is 2,2 meter namelijk. 2,3 meter. Ben je gegroet? Hoe voel jij die? Nou, nee. Weet het even min. Ik vind het zo mooi, hè? Godverdorie. Sorry, we lullen zo verder. Even een stukje luisteren, hoor. Houd je lichaam in zijn macht. Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. Deze weg... Zal ik eens even een voorspelling doen? Als het gaat om Nick en Simon. Nick en Simon, dankjewel hè. Nee. Ik denk dat die twee echt zo groot gaan worden, dat Jan Smit over een tijdje blij mag zijn dat hij in hun voorprogramma mag staan. Denk je dat echt, dat ja? Dat denk ik echt, ja. Nou, ze zijn in ieder geval met z'n tweeën, dus dubbele kracht. Dus dubbele, ja precies. Hé, hey, maar ja, eventjes... Oh, sorry. We zijn groter dan Jan, hè? Jullie zijn groter dan Jan. Ja, Jan is ook 80. Ja, dat is een klein rotjochje natuurlijk. Hé, hey, hoe was het in Spanje? Het was helemaal top. Maar dat zul je wel gezien hebben. Heb je gezien gisteren op tv? Ik heb heel wat beelden voorbij zien komen, ja. Nou, het was echt, het was rock and roll en het was ook heel gezellig. We hadden hele leuke gasten, dus we hebben hele vermoeiende, maar ook leuke tijd gehad. Ja, want jullie, voor de duidelijkheid, zijn met Jan Smit, de drie J's, ja. Nick en Simon dus. Vergeet ik dan nog mensen? Ja, elke dag hadden we een gast. Sander de Buzonier, Jeroen van der Boom, het Celia Rocky. Paul de Leeuw. En ja, nog een paar. Over Hervedorens. Ja, echt elke dag feest. Lachen zeg. En dat ging natuurlijk echt nergens over. Kan ik, bedoel, je bent in het buitenland, niemand ziet je. Dus ga met die banaan. Nou, dat was wel, we kunnen niet zo vaak meer stappen, omdat we elk weekend optredens hebben. Maar daar was het elke avond raak. Ja, wat was jullie favoriete drankje? Mijn favoriete drankje is een tequila sunrise. Zo, doe maar luxe. Ja, in het vroeg ga ik toch voor Baco. Oh. Baco. Hey, jongens, en aanstaande vrijdag liggen jullie album in de winkel. En ja, bij voorbaten belooft het al een succes te worden, want er zijn er 700.000 van gedrukt. 700.000? Dat is niks. Nee, ik geloof dat de eerste 70.000, ik denk dat het een typfoutje is. Nee hoor, 700.000, nee echt, jullie zitten ernaast. Ja. 700.000, dat wordt in één keer platina, goud. Ja, en dat kan je ook niet maken, 700.000. Hoezo niet? Want je moet ze allemaal kopiëren natuurlijk, ja. Op de zwarte markt. Dan ben je heel lang bezig hoor. Hé, hey, maar vertel even wat over de plaat. Ik bedoel, wat kunnen we verwachten? De eerste 70.000 die komen met een DVD erbij. Ik denk dat ze dat allemaal bedoelen. Mm-hmm. En ja, het is ja, een beetje cliché, maar we zijn anderhalf jaar ouder geworden. En de plaat klinkt ook anderhalf jaar volwassener. Zo? Ja. En jullie zijn trouwens allebei uitgenodigd komende donderdag bij deze. Gezellig. Bij de uitreiking. Oh, wat leuk. Waar is het? In Volendam? In Volendam. Ja, ja, natuurlijk. Nou, we zijn naartoe geweest met de DJ's. Ik heb mijn hart verloren in Volendam, hoor. Oh, echt? Ja, serieus. Ik vond het echt heel leuk. Nou ja, ik vond het ook leuk. Ik kijk terug op een leuke dag. Nou, zeker. We hebben ons kostelijk vermaakt. En nou, toen, tot de zou ik zeggen. En het was mooi dat we dan die smartlab hebben gemaakt. En toen gingen we dan met een soort van een kettoblaster op straat. Je moet het toch playbacken voor de clip. En toen hoorde je Koen's stukje werd dan ongemixt uitgezonden op die kettoblaster. Toen kwam zo'n vrouw van, is dit de nieuwe van Jan Smit? Ja. Maar het blijkt dat niet iedereen in Volendam muzikaal gehoord heeft. Nee, het was de tante van Jan. Hè, die oh, was de tante van Jan? Ja, dat was de tante van mevrouw Jan. Smit. Mevrouw Smit was het zeker. Hey, nog even over Jan, jongens. Even één roddel, want dat stond in de Volkskrant Magazine. Nee, geen roddels, gewoon waarheid. Is het waar? Die ja. Heeft natuurlijk een succesvolle real-life soap, heeft zelfs een televisiering gewonnen. En dan lees ik potverdorie in de Volkskrant dat het allemaal gescript is en dat alles gewoon van tevoren vaststaat. Nou, dat is niet waar. Want scène 13c. Edsida Rombly komt langs. Edsida vraagt aan Jan, je bent veranderd hè? Je bent afgevallen. Ik las in een interview dat je geen alcohol meer drinkt. Was het wel heftig dan? Dat het helemaal uitgeschreven is. In scène 21a moet Jan aantonen dat hij een man van de wereld is, want zijn spijkerbroekjes gaan straks ook de oceaan over. 's Ochtends afwassen in een teltje, praatje maken met de campinggasten, ook als die buitenland zijn. Scène 38b.
Jan wordt door de camera betrapt terwijl hij in bed ligt met Xander de Buissonnier. Iets te veel bakootjes en tequila sunrise gedronken gisteravond, zegt Jan. Oh, Sander schrikt ook wakker. Hij dacht dat hij Wenny van Dijk in bed had. Maar daar klopt dus helemaal niks van, jongens. Nou, dat krijgen jullie allemaal te zien. Echt precies hoe jullie het vertellen. Ja, hè? Nee, maar overigens, ik kan me goed voorstellen dat je denkt, het moet toch een beetje een leuke soap worden. Laten we er eens even een scriptje op loslaten. Ja, ik denk niet dat Jan een script nodig heeft. Nee. Je maakt zoveel mee. Dus je gelooft het niet? Nee. Nee, maar dat zou je zien ook, joh. Dat werkt niet zo. Nee. Nee, dan wordt het wel heel gekunsteld. Ja, precies. Goh, dus het je bent veranderd, hè? Ja. Gedwongen en spontaan en dat zie je ook terug naar de zitting. Nou, gelukkig. Pak van mijn hart. Klopt dus helemaal niks van het verhaal. En als Nick en Simon het zeggen, dan is het zo. Waar. Precies. En dan worden aanstaande donderdag dus de albumpremière van Nick en Simon. 7 miljoen exemplaren worden er gezet. 7 miljoen. Ongelooflijk. 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 Nou zeg, als die niet op nummer 1 komen. En nou jongens, tot donderdag dan, hè. Yeah. Dag. Dat dan.